Goedemiddag allemaal, het gaat goed. Ik is blij om weer terug te wezen. Na lange tijd operaties. Nog niet recht niet, maar ik probeer maar met banaan. Okay. So 2 dagen terug het een persoon een vraag gevraagd hoe nou. Het sê in Jesaja 65 vers 17 sê, kijk, ek gaan een nieuwe hemel en aarde skep. En die wat nou daar is, gaan nie meer denk van, gaan nie onthou behoort nie. So wat beteken dit? Maar eerst moet ons wat achtergrond, wat is dit? Moet weet verstaan dat mense daar is gevang. Jerusalem, allemaal ander land, wat daar hulle het, belang huis toe, belang Jerusalem, belang daar, kom God is daar, nou, proef, stap, hoekom, hulle het, vir God, goed, waarschuw, mense, God huis van ons, daar ons, help nie. So hulle was vir 70 jaar na Babylon weer aan. Babylon en daar. So het gebeur dat mense wanneer ons leer is Jesaja 55 vers 17 moet ons ook lees bykie van aan. Jesaja 43 vers 18 sê God en sal gee hoop, maar ook het voorgesê sal sterf. Maar God sterf en gee hoop alweer. Ons sê mense moet nie bekommerd wees nie. So mense het vergeet van God. Daar sê sal saam met julle weer. Nou Jesaja 64 vers 1 tot 12 en lees ons hoe die mense belei en sê, ja, God is groot, God is almag, God het ons gemaakt. Hoe lang sal u nog kwaad is vir ons? En dan Jesaja 65 vers 17 God antwoord met belofte sê, ek het maak nuwe hemel en aarde. Wat beteken dit? Bijvoorbeeld, nou dit is nie ou hemel aarde. Dit is soos, bijvoorbeeld, sê, myne, hy is 43 jaar oud. Ek sien, hy is bykie pijn. Nou, ek ben beter ek gaan om. Gaan om pas aan de boos ons mooi maak. Nou, blijf en toestaan ek om veel woonde. Liewe, maar is nog steeds hetzelfde. Of ander voorbeeld, kaar, ou kaar, misschien my oudpa, kaar, familie, kaar begin probleme, sikke, alle, in sy uit, af, kom uit, soos dof, af, oor, maar spreid nie daar. Maar selfde kaar mag niet. Nou selfde God sê, van nieuwe aarde en nieuwe hemel. Maar die belofte is die selfde vir ons vandag ook. In 2 Petrus
Maar sê, Petrus 13, dan lees ons, sê, ons allemaal wag in die nieuwe aarde, nieuwe hemel, waar God koning sal wees, en allemaal sal wees God is koning. So die toekomst, wanneer jy doodgaan, en weer lewe, saam met hom, sal jy nie weer dink, terug op die dinge van die aarde nie. Bergel, lichting, sal toekom, nieuwe lewe. Alles goed, alles perfect. En dit is wat God vir ons wil gee, is die hoop, Jesus Christus vir ons gee. Wanneer ons een dag dink, ons in hemel, dink ons weer terug aan oude dinge, stres, bekommer, dit, alles, dit is dinge, hoe beter, saam met hom. So ek hoop verstaan, mag die jou sien. Tot ziens. Ik liep bij jou.